Ik ben hoofdconservator en samensteller van de tentoonstelling Viva la Frida. Ja, dit is de vrouw waar het allemaal om draait, Frida Kahlo. Ze is bekender dan ooit, ze inspireert mensen over de hele wereld en haar leven en werk staan centraal in deze tentoonstelling. En we hebben een absolute wereldprimeur te pakken, heeft u net al gehoord. De twee collecties van Museo Frida Kahlo en Museo Dolores Olmedo zijn voor de allereerste keer samen te zien. En daarom kunnen wij het complete verhaal over Frida Kahlo vertellen. Laten we gaan kijken. Dit is de Frida Kahlo zoals we haar kennen, met die prachtige Tijuana-kleding en haardracht, de ogen die je aankijken, de doorlopende wenkbrauw waarmee zij een nieuw schoonheidsideaal neerzetten. En zij omringt zich hier met haar lievelingen, haar aapje, haar hondje en dat prachtige Mexicaanse antieke beeldje. En dit komt allemaal samen in La Casa Azul, de plek waar zij woonde en waar zij haar eigen wereld creëerde. En dit is een van de absolute topstukken uit de tentoonstelling. Op jonge leeftijd krijgt Frida Kahlo een ernstig busongeluk. Ze moet daarom haar droom opgeven om dokter te worden. Ze brengt lange periodes door in bed en besluit om te gaan schilderen. En in dit schilderij, de gebroken zuil, staat haar pijn, haar gebroken lichaam, zoals ze het zelf noemde, centraal. We zien haar staan op een kale, eenzame vlakte. En ze heeft eigenlijk een prachtig lichaam. Tegelijkertijd zie je dat het ingesnoerd is door een korset. De tranen rollen over haar wangen. Spijkers doorboren haar lichaam. En je ziet in het midden die gebroken zuil die aan het afbrokkelen is. Het is een heel krachtig zelfportret waarin ze tegelijkertijd haar pijn en haar kracht laat zien. En het is heel bijzonder dat we hier niet alleen haar kunst, maar ook haar persoonlijke bezittingen kunnen laten zien. Die hebben zo'n 50 jaar verborgen gelegen achter slot en grendel in de badkamer van La Casa Azul. En ze zijn eigenlijk nog niet zo heel lang geleden tevoorschijn gekomen. En daaronder ook haar corsetten. En je ziet dat zij van een medisch hulpstuk eigenlijk een kunstwerk maakte. En ze toverde het om tot kunstwerk en nam een beetje de regie op haar leven terug. En die gebroken zuil die we net op het schilderij zagen, die zie je ook weer in dit corset heel mooi terugkomen. Frida Kahlo was trots op haar Mexicaanse roots. En dat zien we ook in de kleding die zij droeg. Prachtige Tijuana-kleding. En die kleding was tegelijkertijd ook heel geschikt om haar handicaps te verbergen. Zo'n wijdvallende rok leidde natuurlijk de aandacht af van haar been. En zo'n tuniek was perfect om haar corsetten te verbergen. Je zou kunnen denken dat je dit soort prachtige kleding alleen bij feestelijke gelegenheden droeg. Maar we weten dat Frida Kahlo dat gewoon elke dag droeg, want er zitten allerlei verfspetters op. En in de tentoonstelling laten we zo'n 20 kostuums zien die allemaal echt door Frida Kahlo zijn gedragen. Frida Kahlo is een icoon en inspiratiebron. Met haar taboe doorbrekende kunstwerken en haar gedurfde uiterlijk was zij haar tijd ver vooruit. Kom naar Viva la Frida en laat je inspireren. Ja, dat was de virtuele rondleiding door Annemiek Rens. En mocht deze rondleiding u nieuwsgierig hebben gemaakt en zou u zelf willen komen kijken, dat kan vanaf morgen. Dan